still aan een traditie in Nienhoven. In de maand september maken ze één zondagnamiddag de binnenstad verkeersvrij. En nemen fietsers, wandelaars, dansers, skaters enzovoort het centrum van Nienhoven in. Op zondag 20 september was het opnieuw zover. Dan kon je tussen 13 en 18 uur in de binnenstad deelnemen aan heel wat activiteiten. Nienhoven Media hing op wandel. We staan er bij ons met schepen van mobiliteit, Wouter van de Winkel. Dag meneer Van de Winkel. U bent waarschijnlijk toch een tevreden schepen met zo'n weer vandaag hier in Nienhoven? Ja, ik moet zeggen, ik heb de hele nacht met de fiets met een grote glimlach rondgereden. Het is echt magnifiek. Hè. Ik heb heel de week lang het weerbericht dagelijks in het oog gehouden. Ik had nooit kunnen denken dat het zo goed weer ging zijn. En dat is natuurlijk magnifiek voor de organisatie. Zal dat niet meer mogen gebeuren volgens u? Dat is een strikvraag natuurlijk. Dat mag van mij alle weken gebeuren. Maar je stelt toch vast dat er een pak volk op afkomt op dat evenement. En dat dat echt ook geapprecieerd wordt door de mensen. En ik moet ook zeggen, hier in de Denderstreek zijn wij een beetje pionier op dat vlak. Hè. We doen al 8 jaar een autovrije zondag. In Aalst is het van dit jaar voor de eerste keer, ook Gerardsbergen en Haalt doen maar voor de eerste keer mee. En we hebben al een hele traditie. Hè. En dat is toch iets waar we heel fier en heel trots mogen op zijn. Het centrum, gaat dat ooit verkeersvrij worden hier in Nienhoven? Ah, in mijn dromen natuurlijk wel. Dat is een moeilijke vraag. Hè. Politiek gezien ligt dat heel moeilijk en die vraag is nog niet opgelost. We hebben prachtig weer vandaag. Het is heel wat beter dan vorig jaar. Want vorig jaar dan hadden we wel wat regenweer gehad. Maar het is heel veel volk, dus we zijn heel blij vandaag. Hoe zit het met het karate gesteld hier bij ons in Nienhoven nu? Heel goed. Wij hebben een club momenteel die 160 leden telt. En als je straks de demonstratie gaat zien, dan ga je wel zien dat we er plezier in hebben. Zowel de jeugdige, de kinderen eigenlijk, van 4 tot 6 jaar, tot dan de ouderdomsdekens die bij ons... Ik denk dat de oudste ergens rond de 50 jaar is. Wat zijn de beste resultaten dat jullie de afgelopen periode behaald hebben?
We hebben vorig seizoen hebben wij het provinciaal kampioenschap 40 titels behaald. Nog nooit gezien binnen de federatie. En dan op Vlaams kampioenschap hebben we goed meegedaan. En we hebben ook 3 podiumplaatsen behaald op het Belgische kampioenschap. En het blijft wel verder groeien bij jullie, hè? Ja, en we hopen dat we dat nog vele jaren mogen blijven doen ook. En dat vormt het en dan de en moet je weer wat verminderen, maar dat is zo. Fabelta. Haar naam klinkt in de oren en maakt melancholie. Fabelta City, Fabriekstraat, zo overvol dat het centrum Ninove is, hoe leeg dat dat hier is, maar eigenlijk is het een van de bedoelingen, absoluut, om eigenlijk het verbindende element die eigenlijk ja, langs de andere kant eigenlijk het centrum en waar er heel veel mensen zitten, dat binnen afzienbare tijd dat inderdaad ook een levendige ontwikkeling krijgt. De Fabelta City is een ongelooflijk mooie opportuniteit, de nabijheid van het centrum, maar heeft natuurlijk ook zijn problemen met water, met mobiliteit en met hoe omgaan eigenlijk met nabijheid. Wel, ik moet zeggen dat het stadsbestuur van Ninove en het Schepencollege natuurlijk heel blij is dat wij als partner ook met de provincie, maar ook de private ontwikkelaar Beaulieu, toch wel hebben kunnen bekomen dat er een brownfield convenant is afgesloten. Een brownfield convenant is vanuit de Vlaamse regering goedgekeurd en zorgt ervoor dat moeilijk ontwikkelbare gebieden toch een kans krijgen om vlot te ontwikkelen. Digitaal en vanuit het centrum van Ninove. Ninos Media en Ninos Succes Radio vanaf nu één geheel. Eén geheel. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.